Ja toch, niet dan? Een bijzondere Rijnmonder velt het oordeel. Tof of niet tof? Ja toch, niet dan? Ik ben Angela de Jong en ik schrijf voor het Algemeen Dagblad en de regionale kranten over televisie. En dat 5 keer per week. Je knipperde er ook heel mooi. Hè? Ja, hè? Ja. Ik heb geoefend op mijn Lady Di blik. Ik voelde het. Ik heb echt een droombaan. En ik heb ook, dat is het grappige, ik heb de baan, maar die heb ik al heel lang, die ik wilde. Ik wilde ook nooit journalist worden. Ik wilde mediajournalist worden bij het AD. En het feit dat ik nu televisie kan kijken en daar mijn mening over geven, en dat die mening ook af en toe nog wat stof doet opwaaien en meetelt. Ja, dat vind ik alleen maar, dat vind ik alleen maar heel leuk. Nee, geen vierkante ogen. Nooit. Ik blijf televisie heel leuk vinden. Zelfs als ik zelfs vorige week of de week daarvoor vrij heb, dan zit ik nog heel veel televisie te kijken. Televisie blijft het leukste medium wat er is. En vlak daarop gevolgd door een krant. Als er een nieuw programma is, dan wil ik dat natuurlijk wel even zien. Maar eigenlijk is altijd het leukste als je gewoon televisie zit te kijken en je wordt geraakt door iets wat je niet verwacht had. Dus dat je heel spontaan in iets valt en dat je denkt, dat is een column. Kijk gewoon televisie zoals iedereen televisie kijkt. Het zal alleen wat meer zijn, schat ik in. Nee, ik ga toch zo. Ik vond het altijd, keek het niet altijd en ik was het ook niet altijd met ze eens. Maar het feit dat daar drie mannen zitten die zeggen wat ze denken. En die ook gewoon een belangrijk deel van het volk vertegenwoordigen wat niet gehoord wordt. Dat vond ik altijd heel fijn. Maar ze hebben zichzelf wel onsterfelijk belachelijk gemaakt door die hele rel afgelopen zomer. En daarmee hebben ze ook echt wel een geloofwaardigheid verspeeld. En dat vind ik zonde als ik naar het programma kijk. Is er op iedereen... Ik denk heel vaak, nou ja, als mensen het op die manier kwijt kunnen en ze slaan geen bushokjes kort en klein, dan heeft de maatschappij er wel aan gehad. En voor de rest, als je niks beters te doen hebt dan je gal spuwen op internet, nou ja, dan weet ik wel wat de stand van de rest van je leven is. En daar kan ik niet zo heel veel mee. En zolang het allemaal bij dat online gescheld blijft, denk ik altijd, nou ja, kijk, als mensen aan je voordeur gaan staan, dan wordt het wat anders. Of bij Femke Louise, als ze je auto gaan vernielen of je op straat lastiggevallen wordt. Dat is echt andere koffie en dat vind ik echt belachelijk. Online gescheld vind ik ook belachelijk, maar zolang het daarbij blijft, is het redelijk onschuldig. Is eigenlijk dit. Zoveel gebeurt het niet. Je ziet mensen af en toe wel kijken. Maar eigenlijk zijn de reacties op straat, nou ja, niet eigenlijk, de reacties op straat zijn altijd leuk. Ik bedoel, op social media wordt er lekker gescholden, maar als mensen je tegenkomen, dan slikken ze dat in. Of ze vinden het wel echt oprecht leuk om je tegen te komen. Echt, ik heb nog geen enkele nare ervaring gehad. Je kan er zo moeilijk over doen als dat je het zelf maakt. Kijk, als je ergens zit en heb ik ook wel eens meegemaakt, mijn twee oudsten krijgen slaande ruzie met elkaar en je ziet mensen kijken. Dan denk je wel even van, shit, weet je wel, heb je haar van dat AD en die kan de kinderen nog niet eens in bedwang houden. Maar ja, ook dat, daar leer je mee leven, weet je. We zijn een heel gewoon gezin en we hebben zo onze dingen. En die heeft iedereen. Er wordt enorm over mij gepraat, maar tegen me niet zo heel veel. En ik zit natuurlijk wel eens bij een programma en dan kom ik iemand tegen. Maar mijn stelregel is, alles wat ik schrijf, zeg ik ook tegen je in je gezicht. En dan is er niet zo heel veel aan de hand. Want dan zeg jij iets terug. En dan hebben we het erover. En dan is het klaar. Dat ga ik zo doen. Ga ik heel lafjes tussenin zitten. Want ik bedoel, ik heb niet zo heel veel fiducie in de plannen die ze tot nu toe hebben ontvouwen. Want het is allemaal zo megalomaan en zo groot. Dat kan nooit. Dat gaat nooit lukken als aspirant omroep. Ik denk zelf ook niet dat er behoefte aan is. Maar ja, wie ben ik? Ik ben die witte Nederlander die het zogenaamd heel makkelijk heeft. Als een bepaalde doelgroep in Nederland zich niet vertegenwoordigd voelt, dan heeft hij het recht om een omroep op te richten. En dat vind ik ook wel mooi in Nederland. Iedereen kan zo'n omroep beginnen. En als zij straks die 50.000 leden gehaald blijken te hebben, dan denk ik dat de kans best vrij groot is dat ze erin, dat ze het bestel inkomen. Want ja, na de hele zomer die we hebben gehad met Black Lives Matter en alle discussies aan talkshowtafels, waarin toch werd betoogd dat de zwarte mens zich niet gerepresenteerd voelt door de media. Ja, dan kan de minister Arie Slob niet heel veel anders dan de deur openzetten natuurlijk. Dit. Fenomeen kijkcijfers is prima. Ja, ze zijn belangrijk. En de publieke omroep doet natuurlijk wel alsof ze bij hen totaal niet belangrijk zijn. Maar ook daar tellen de kijkcijfers mee. Alleen wat minder dan bij de commerciële omroep. Ja, kijkcijfers zijn de graadmeter. Ik bedoel, hoe ernaar gekeken wordt zegt niet alles. Maar zegt natuurlijk wel een deel.
God, dat stond in het teken van corona, hè? TV-jaar 2020. En wat ik er eigenlijk het leukste aan vond... Ik bedoel, het had natuurlijk zijn ups en zijn downs. Het waren heel veel talkshows. Het waren heel veel programma's over corona. Maar het leukste vond ik eigenlijk dat er weer heel veel lineair televisie werd gekeken. Dat was echt wel een trendbreuk met andere jaren. Je ziet het nu ook weer. Programma's als The Masked Singer en die gaan helemaal door het dak. Opeens ontdekken mensen weer hoe leuk het is om gewoon met z'n vijven rondom een televisieprogramma te zitten. En dan zullen ze ook wel merken dat hun kinderen af en toe een schermpje tevoorschijn trekken en dan toch een beetje afdwalen. Maar je zit weer met z'n vijven in die woonkamer om dat ouderwetse schermpje heen. Waarvan je dacht dat je het al lang bij het grof vuil kon zetten. Ik vond hoe sommige programma's met de beperkingen van de coronamaatregelen zijn omgegaan, die vond ik echt inspirerend. De wereld draait door in zijn laatste weken. Hoe zij teruggingen tot de kern. Gewoon één of twee mensen aan een tafel op Matthijs van Nieuwkerk en een donkere studio. Dat haakte heel erg bij het moment, bij het gevoel ook in de samenleving. Maar ook de jongens van Even tot Hier, die nu geen enorm publiek meer hebben, maar het doen met een enorme Zoom-sessie. En eigenlijk met z'n tweeën op het podium staan waar ze voorheen een heel ensemble om zich heen hadden. Ik vind het programma leuker dan ooit. En scherper dan ooit. En vooral gericht op die twee jongens. Het hoeft voor mij niet meer terug naar zijn oude vorm. Dit is echt geweldig. Als mensen vinden dat ze zo moeten reageren, dan moeten ze dat vooral doen. Maar ik denk dat het meer zegt over die persoon dan dat het over mij zegt. De enige wat vaak wel binnenkomt is als mensen je rol als tv-columnist verwarren met je rol als moeder. En dat is iets wat denk ik inherent is ook aan het feit dat ik vrouw ben. Tegen Hugo Borst zal nooit iemand zeggen als hij snoeihard uithad naar het Nederlands elftal of die ook zo snoeihard is naar zijn kind. Maar ja, als moeder ben ik blijkbaar vogelvrij daarin. Ja. Nou ja, zij zo. Zo, dat was tof zeg. Ja toch? Niet dan?